Nu Amsterdam excuses heeft aangeboden voor het slavernijverleden, wordt het tijd dat 1 juli in Nederland uitgeroepen wordt tot Nationale Vrijdag. Dat zegt historicus Leo Balai, die onlangs het boek Herengracht 502 schreef. Sam Jones maakte het volgende verslag. Kitty Kotti, de herdenking van de afschaffing van de slavernij, was voor de coronacrisis een groot feest. Steeds meer Caribische Nederlanders doen eraan mee, hoewel het er niet veel zijn. Vooral jongeren en kinderen in de Amsterdamse Bijlmermeer bijvoorbeeld hebben wel eens gehoord over 1 juli. Dit Antilliaanse of Surinaamse meisje vindt vooral de jurken mooi. Mijn oma had een rokje voor me genaaid en nu moet ze alleen die hoofddoek naaien. En ben je nou Antilliaans of Surinaams? Surinaams. Ik bedoel Antilliaans. Weet je het zeker? Ja. Weet je wat 1 juli is? Kitty Kotti. Dat de kettingen gebroken zijn. En wat is dat de kettingen gebroken zijn? Dat de slavernij klaar is. Dit jaar biedt Amsterdam excuus aan voor het slavernijverleden. Maar oudere Caribische Nederlanders zegt dat allemaal niet zoveel. Ja. Moet Nederland zijn excuus aanbieden? Ik kan het niet antwoorden, want ik volg die nieuws niet. Natuurlijk. Voor mij mag ik zelf wel zeggen, blijven, maakt niet uit. En voor jou? We willen die brede dag. Ja. En ook deze twee meisjes vinden dat 1 juli een nationale feestdag moet worden. Ja, dat vind ik zeker, ja. Waarom dan? Omdat het heel belangrijk is. Dan kan je een feestdag vieren waar je nog nooit hebt van gehoord. En dan kan je ook kleren maken en leuke versieringen erop zetten. Historicus Leo Balai vindt dat 1 juli in Nederland moet worden uitgeroepen tot Nationale Vrije Dag. Net zoals Juneteenth vanaf dit jaar in Amerika de landelijke Black Freedom Day is. Het moet een Nationale Vrije Dag worden, net als gewoon de bevrijdingsdag, hè, 5 mei. Want het was ook een bevrijdingsdag voor een deel van de bevolking die binnen dat koloniale bestel leefde en toen vrijgemaakt is. De Amerikanen kennen onder andere Martin Luther King als man die opkwam voor de rechten van zwarten. Op Curaçao is dat vooral vrijheidsstrijder Tula, die op 17 augustus Dia di Tula herdacht wordt. Kan die dag dan niet tot Nationale Vrije Dag verheven worden, in plaats van 1 juli, Kitty Kotti? Het is ook belangrijk wat Tula heeft gedaan, maar je had in al die gebieden had je vrijheidsstrijders. En mijn punt is dat je moet voorzichtig zijn dat je niet tegen elkaar wordt uitgespeeld. Hè? Dus wat er moet gebeuren is dat men het belang van die verschillende vrijheidsstrijders, of het nou Marons waren in Suriname of Tula of Curaçao, dat je of de mensen in Berbice, dat je die in dat hele panorama van vrijheidsstrijders tegen die koloniale machthebbers, dat je daar een model voor bedenkt waarbij iedereen, al die vrijheidsstrijders, tot hun recht komen. Balai heeft een boek geschreven over het slavernijverleden en dan met name over de machthebbers. Veel eigenaren van slavenplantages woonden hier aan de Gouden Bocht, het rijkste deel van de Amsterdamse Herengracht. Paulus Godin was de eerste eigenaar van het pand wat nu de ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam is. Een man met centen en vooral macht. Hè? Balai schrijft erover in zijn boek Herengracht 502. Slavenhandel, geweld en hebzucht. Voor het pand staat een gedenksteen. Godin was verantwoordelijk voor het opkopen en verkopen van Afrikanen die tot slaven werden gemaakt en vervoerd werden naar het Caribisch gebied. Hoewel nooit in de Caribisch. Tot zover een verslag van Sam Jones. Hij sprak onder meer auteur Leo Balai, die van mening is dat 1 juli in Nederland uitgeroepen moet worden tot een Nationale Vrijdag.